Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 4 in Azerbeidzjan. Heb jij de vorige aflevering gemist in Monaco, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Het kan rechtboven ietsje, klik daarop als jullie aflevering verschijnen. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F2021 content. Schakel ook gelijk het belletje als je enkele afleveringen van me mist. Laat ik je als je hem leuk vond, dislike hem. Als je hem niet leuk vond, volg me even op sociale media. Mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie voor de grote prijs van Azerbeidzjan. We zijn inmiddels aanbeland bij de kwalificatie in Q1. Ik hoop toch echt dat we er iets moois van kunnen maken. In Monaco liep het helaas allemaal even anders. Want daar zat het gewoon niet mee. Hopelijk dat het hier beter kan in Azerbeidzjan. Eerste bocht nemen we iets te wijd. Maar het is geen probleem. Tweede bocht nemen we wel heel goed. Dan zijn we aanbeland bij het einde van onze eerste run in Q1. Sergio Perez laat een 1.38.9 noteren. We hebben daar een momentje onderstuur of overstuur bij het ingaan van die kleine knik. Hamilton verbetert de tijd naar een 1.38.4. En wij komen tot een 1.41.7 op P22. We zijn inmiddels aanbeland bij het einde van Q1. Okay, there's 2 minutes left in this session and we're in the drop zone. We need a quick lap or that's qualifying over for us. Nou, we moeten dus een goede tijd gaan zien te noteren. Anders zijn we eruit en dat is gewoon niet de bedoeling. Hier begint het al niet goed. Rood ins bij de delta. We tikken ook een klein beetje de muur aan. Dat geeft ons niet zoveel hoop. Want we verliezen gewoon 17e bij onze tweede run. P22 schiet hij weer een klein beetje door. En ja, dan is het gewoon gedaan. Dan denk ik, ja, weet je wat, ik parkeer hem even. Oh, Giovinazzi. Giovinazzi heeft ons geraakt. Ik heb hem niet gezien. Dat wil ik even vanuit een andere hoek bekijken. Dit is dus de camera buiten de baan. Ja, ik had gewoon een domme fout gemaakt. Hier, ik raakte daar de muur en wil daar even opzij. En dan zit daar Giovinazzi. Aan boord bij Giovinazzi zelf. Ja, daar kon hij niks aan doen. Dit is niet Giovinazzi zijn fout, dit is gewoon mijn fout. En ik betaal hier gewoon de hoofdprijs voor. Oftewel een DNF. Ja, die ronde was toch niet goed genoeg. Maar goed, dat betekent dat we staan op de laatste plek. We staan op de laatste plek. Hamilton door naar Q2. Op 3/10 van Verstappen, want Verstappen heeft een achterstand. Bottas op 14e. En wij dus gewoon uit. P22. En Lundgaard zit nog binnen die 3 seconden. Dat betekent dat we helaas vanaf de laatste plek moeten gaan beginnen. In Azerbeidzjan. Voor de grote prijs van Azerbeidzjan natuurlijk. Laten we kijken wat het gaat worden. We zijn er klaar voor aflevering 4 van My Team Career Mode. To all of you watching at home to today's Azerbaijan Grand Prix. And a race that in its short history has already proven no stranger to drama. A fourth row start is just about as likely to give you a podium as a pole position would. And remember, in 2017 and 2018, both Lance Stroll and then Sergio Perez took surprise podiums here. The Baku City circuit measures roughly 6 kilometers and is made up of 20 corners and 2 DRS zones. The circuit winds around the narrow city, through the old town, and even brushes against the city's medieval walls. However, as beautiful as the setting is, this track is also a ferocious technical challenge, where the smallest of mistakes could lead to catastrophic consequences for all of our drivers. Anthony Davidson, a lot of talented drivers out on the track today, but what will stand out for you? Well, Crofty, my focus is 100% on the front of the grid. Like you said, we're seeing lots of strong competition across those positions, so it would be super interesting to see the fight for that front spot. Personally speaking, I'm hoping for plenty of overtakes. With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Lewis Hamilton lines up on pole position, and Valtteri Bottas will line up alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Verstappen, Ricciardo, Lando Norris, and Perez.
Leclerc, Sainz, Gasly, and Yuki Tsunoda. Vettel, Stroll, Fernando Alonso, and Ocon. Raikkonen, Russell, Antonio Giovinazzi, and Nicholas Latifi. Mick Schumacher, Mazepin, Lundgaard, and the Professor. And with preparations almost complete, let's head down to the track. We zijn inmiddels aanbeland bij de grid voor de grote race van Azerbeidzjan. Medium hard is de strategie. We nemen extra fuel mee om wat te kunnen besparen. Dan kunnen we wat harder knokken, denk ik. We starten vanaf de laatste plek voor carrière aflevering 4 van My Team Career Mode. Daar gaan we dan voor de grote race van Azerbeidzjan. De lampen zijn aan. We starten vanaf de laatste plek. En we zijn onderweg. En we komen beter weg dan Lundgaard. Beter weg dan Mazepin ook. Beter weg dan Schumacher. Jazeker. Russell is uit haasje. Ook is Raikkonen het haasje. Nee, want die pakken we net niet. Oh, Raikkonen verdedigt wat naar die binnenkant. Dat was een beetje risky. Maar die plek hebben wij alsnog veroverd. En het is P16. Voor ons rijdt Nicolas Latifi. Ik ben nog steeds vergeten de start op manual te zetten. Dus sorry daarvoor. Latifi kunnen we niet aanvallen. Kijken waar dat zometeen wel kan. Zit hier iets te ver weg. Ocon op P14. Wij dus naar een P16 vanaf de laatste plek. Dat is goed gedaan. Lukt het hier dan naar de buitenkant? Nee. Beetje op die curbstone. En Raikkonen zit te kijken. Kimi Raikkonen kijkt naar de buitenkant. We remmen heel hard naar Latifi toe. Daar is gewoon weinig ruimte. Maar die plek hebben wij mooi weten af te pakken. Volgende heet dan Esteban Ocon in ronde nummer 5 van de wedstrijd. Kunnen we die dan buitenom pakken? Buitenom, gaat dat? Dat gaat! Jazeker! Heel mooi gedaan. Okay, good work. Great pass. Een mooie inhaalplek. Een moeilijke inhaalplek. En de volgende heet Lance Stroll die op de harde band rijdt. Hetzelfde geldt voor Sebastian Vettel. Dus de Aston Martins gaan heel lang door. Net als in Baku dit jaar, toen reed Vettel naar het podium. Terwijl de MF4 in één keer opglundert. Volgens mij heb ik niks kapot gereden. Dus ik weet niet waarom hij dat doet. Groen in sector 1. Rood in sector 2. 17e langzamer. Dat gat naar Stroll is 19e. En we hebben zometeen DRS, denk ik. Nee, we zitten net te ver weg. 1,1 seconde. Ocon heeft wel DRS. En die gaat ons terug aanvallen. Let maar op. Ocon kijkt naar de buitenkant. Hij zit er heel dicht op, maar kan daar niet aanvallen. En wij zijn hier dan wel de Sjaak. En ook Raikkonen kijkt gelijk mee. Lukt dat? We sturen in. We sturen gewoon in. Raken daar net niet die muur. Ocon en Raikkonen staan stil. We hebben een safety car. Verstappen komt de baan op. Want die is in de pits gegaan. We hebben een safety car. De eerste safety car van de dag. In ronde nummer 6 van de wedstrijd. Door een incident met mezelf, Ocon en Raikkonen. Volgens mij is Raikkonen uitgevallen. En de safety car is op de baan. De safety car duikt weer naar binnen en we zitten te kijken bij Max Verstappen. We moeten wakker blijven bij de Nederlander. Zijn wij ook wakker? Zitten in de slipstream. Verstappen verdedigt heel scherp, maar we remmen gewoon naar twee man toe. Zeg ik dat goed? Ja, want Bottas hebben ook de gazen genomen. En Verstappen profiteert gelijk mee. Hij kijkt naar de buitenkant. Wij bewegen wat in de remzone. Raken naar de muur. Maar geen voorvleugel beschadigd. Bottas kan gelijk terugkomen bij de Nederlander. En wij dus naar een P5. Maar we moeten nog een keer naar binnen. Bottas en Verstappen knokken voor een P6. Wij dus naar een P5. Stroll op P3. Maar die moet nog naar binnen. Vettel op een P2. En Alonso aan de leiding. En Bottas zit daar aan die buitenkant te kijken. Dat lukt niet, Valtteri. Moet je op een andere plek proberen. En Verstappen profiteert gelijk mee. Is naar P6. Bottas aan de binnenkant van de Nederlander. Maar Verstappen weet die plek mooi te heroveren. Hij keek daar wel aan die binnenkant. Daar was geen ruimte. Dus hij moest even op de rem. Wij nog steeds naar een P5. Dat doen we uitstekend. Ziet het wel een klein beetje door.
Maar Verstappen kan daar nog steeds niet aanvallen. Kijken kan hij wel, aanvallen kan hij niet. Het is daar inmiddels drie dik, want Verstappen, Bottas en Sainz kijken daar. En daar stuurde iemand in. Bottas stuurde in op ons. Bottas stuurde in. Daar was gewoon geen ruimte. Maar er is geen schade. Er is geen schade aan beide auto's. Ricciardo naar P6. Dat was trouwens niet Norris, dat was Daniel Ricciardo. Ik dacht dat het Norris was. En we moeten knokken voor wat we waard zijn. Oh, daar zit Ricciardo al. Ricciardo is er al voorbij. We proberen terug te komen, maar dat lukt niet. Uit het niets duikt de Australiër gewoon aan mijn binnenkant. Ik heb me daar wel naar hem toe, maar ja, het is helaas gedaan. En we staan op een P6 van de wedstrijd. Sorry. We staan op een P6 in de ronde nummer 10 van de wedstrijd. Bottas nog steeds achter ons. Verstappen ook nog steeds achter ons. Nog 16 rondes te gaan. Dus het schiet al aardig op. Daar zit Bottas aan die buitenkant. En daar is een touché. Bottas geraakt in de vangrails. Verstappen ook geraakt. Norris uitgevallen. De safety car is op de baan geroepen. Jazeker. Want dat was eerst een VSC. Dat is nu naar een safety car geworden. De tweede van de dag. Of de derde. Ik weet het al niet meer zo goed. En we duiken dus naar binnen voor onze laatste pitstop. We gaan naar de harde band. Dan moeten wij nog 14 rondes mee zien te rijden op de harde compound. Dat gaat gewoon lukken. Ja, en anders ja, dan hebben we gewoon een probleem. Oh, Ricciardo komt voor ons de baan gewoon weer op. En we gaan ook gelijk voor een nieuwe neus. Dat geeft ons wat extra downforce. 6,5 seconden duurt dat. Lundgaard heeft een penalty van 5 seconden. Dus die pitstop van mijn teamgenoot gaat extra lang duren. En Verstappen heeft ons geundercut. Verstappen weer voor ons de baan op. Wij dus naar een P10 rijden op dit moment in de punten. Dat zou betekenen dat wij onze allereerste punten gaan binnenpakken in deze grote prijs. In aflevering 4 van My Team Career Mode. Wat ons in Bahrein, Spanje en Monaco niet is gelukt, kan het vandaag dan wel gaan gebeuren. De safety car duikt weer naar binnen toe. Verstappen zit een beetje te slapen. We kijken gelijk bij de Nederlander of we kunnen aanvallen. We gaan weer racen. En Verstappen ligt te slapen. Verstappen ligt te slapen. We kunnen ook gelijk bij Lance Stroll kijken. Ricciardo net niet. Maar 2-1 is gewoon mooi meegenomen. En Verstappen profiteert gelijk mee van ons. Ricciardo naar een P7. Vettel naar een P6. Stroll naar een P5. Volgens mij leidt Fernando Alonso de wedstrijd. Of is dat Lewis Hamilton? Dat weet ik niet zeker. De auto's van de stippetjes, de kleuren van de stippetjes lijken enorm op elkaar. Van Alpine, Mercedes en dat soort lui. Vettel nog op die medium banden, dus die gaat nog een keer naar binnen. Dat gaat hem extra pijn doen. Het is daar geel. Het is geel op start-finish. Er is iets gebeurd. Er rijdt iemand langzaam. Wie is dat? Terwijl Verstappen kijkt voor een aanval. Lukt dat bij ons? Nee, dat lukt niet, want verdedigen heel scherp. Verstappen kijkt naar die buitenkant. Dat lukt ook niet. En Lance Stroll heeft een probleem. Lance Stroll heeft een probleem in Azerbeidzjan. Wat toevallig, want in real life had Stroll ook een probleem. En toen werd Vettel tweede. En Vettel rijdt nu op een P2. En nog 11 rondes te gaan. Ja, Stroll uitgevallen dus. Ricciardo en Alonso knokken voor een P6. En wij kijken toe. We kunnen niet aanvallen, maar we kunnen gewoon ja, mee rijden met hun. En zorgen dat die twee elkaar zodanig afremmen dat wij ervan kunnen profiteren. Iets te wijd op die curbstone. Dat heeft ons wat exit snelheid gekost. Verstappen zit bij ons gewoon te kijken. Dat gat is 2/10. Ja, 2 à 3/10 ongeveer. Alonso rijdt van ons weg.
Verstappen rijdt naar ons toe. We zijn zwak op het rechte stuk omdat we met een Renault motor rijden. Verstappen kijkt er naar die binnenkant. Lukt dat? Dat lukt niet, maar hij probeert het toch. En Verstappen geraakt. Verstappen heeft ons geraakt en is daar in een halve spin beland. Heeft de auto daar gewoon weten te redden. Charles Leclerc dit keer naar een P9. Stroll staat er nog steeds stil op start-finish. Wat opmerkelijk is, want in real life viel Stroll ook bij start-finish uit. Ja, richting start-finish. Dus dat is heel opmerkelijk. Leclerc naar een P9. Dat gat is 17e. We zitten in ronde nummer 16 als DRS weer beschikbaar wordt gesteld door race director. Tegen dat Charles Leclerc zo meteen ons gewoon voorbij gaat razen op het rechte stuk. Wat zei ik je, daar zit dan Charles Leclerc te kijken voor een avond. Maar hij wordt geblokkeerd door ons. Verstappen profiteert mee en is voorbij Charles Leclerc. Maar wij houden onze auto extreem breed. Tsunoda naar binnen, die heeft een 5 seconden straf gekregen. Leclerc aan die binnenkant, Verstappen aan de buitenkant. We remmen het laatst van allemaal. En dat is nog steeds een P5, terwijl Verstappen daar weer bijna is gespind. En die auto weet hij nog steeds mooi te redden. Leclerc, die achterstand bedraagt 1,4 seconden nu. P5 in ronde nummer 17. Het ziet er heel mooi uit voor ons. Als Alonso en Ricciardo nog naar binnen moeten, of Vettel en Stroll nog naar binnen... Vettel en Ocon nog naar binnen moeten, want Stroll is juist uitgevallen. Dan kunnen we misschien naar een podium. We zitten in ronde nummer 18 van de wedstrijd als Lewis Hamilton naar ons is toegedrongen. Wij dus naar een P4. Perez naar een P6. Hamilton zit binnen DRS afstand van ons. Heeft slipstream, heeft de snellere auto. Wij hebben de overtake op aanstaan. Gaan hier verdedigen. Wat doet Hamilton? Duikt niet naar binnen. Perez zit dit keer aan mijn buitenkant. We hebben laat. Daar zit ook Lewis Hamilton aan die binnenkant. We worden geraakt door Lewis. En daardoor raken wij Sergio Perez. Een bowlingbaan is het gewoon. Een gekkenhuis hier in Azerbeidzjan. Met heel veel incidenten. Maar de auto is gelukkig niet beschadigd. En we hebben nog steeds een P4 in handen. Dat is extreem goed. Kijken of we dit ook zo kunnen volhouden. Ricciardo naar P2. Vettel rijdt volgens mij aan de leiding. En die moet nog 7 rondes te gaan. Dus het kan zomaar zijn dat Ricciardo of Vettel de wedstrijd gaat winnen. Perez kijkt naar die buitenkant. We schieten een klein beetje door. En Perez kan niet achterlangs terugkruisen. Het is wel bloedspannend, dat weet ik wel. Steeds in ronde nummer 19. We gaan zo meteen ronde nummer 20 alweer in. En Perez kan hier weer aanvallen. Doet hij dat ook? Hij kijkt naar de buitenkant. Perez kijkt naar de buitenkant. Lukt dat? Daar is weinig ruimte, Sergio. En dat lukt niet. Want wij houden de auto extreem breed. Dan kan Perez zo meteen op dat rechte stuk weer aanvallen. Kijken of hij dat ook doet. Zit in mijn slipstream, heeft DRS, heeft de overtakeknop, heeft een snellere auto. En ik denk dat hij er gewoon voorbij gaat. Perez gaat er voorbij. Nee, want Perez en Hamilton duiken naar binnen voor een laatste pitstop. Dat is bizar, want ze duiken in ronde nummer 20 naar binnen. Heel gek. Ze zitten in ronde nummer 24 als Yuki Tsunoda. Bij ons is aangedrongen voor een P4. Nog geen stress bij de banden. We moeten ons gewoon focussen op het rijden. Alonso kunnen we niet meer. Ja, kunnen we daar niet meer naartoe rijden. Net als in Bahrein komen we gewoon tekort. Tsunoda kijkt naar die buitenkant en is gewoon bloedsnel. Kunnen we laat remmen bij de Japanner? Dat kan. Jazeker. Wielbengen met de Alfa Tauri. Krijgen een waarschuwing, maar dat is geen probleem. Hou je mond. Boeit me niks. We krijgen toch geen penalty. Ik denk dat Ricciardo de wedstrijd gaat winnen. Vettel komt tekort, maar mag heel blij zijn met P2. Tsunoda kijkt naar die buitenkant. Lukt dat? Dat lukt niet, Yuki. Dat lukt niet. Nog steeds een P4. Vettel dus weer
naar een P2 in Azerbeidzjan. In real life pakte hij ook een P2 in Azerbeidzjan. Alonso naar een P3. Wij moeten nog even de auto heel breed zien te houden van de beide Alfa Tauri's. Want Gasly doet nu een aanval voor een P4. Die blokkeren wij. Tsunoda blokkeren wij ook. Gasly kijkt naar de buitenkant. Tsunoda kijkt naar de buitenkant. We remmen laat naar Gasly toe. Laten hem daar staan. En dat is nog steeds P4. In ronde nummer 25. Nog 2 rondes te gaan. En Vettel zet nog steeds druk bij Daniel Ricciardo. Maar ik denk dat de Australiër als laatste lacht. Want McLaren rijdt met een Mercedes motor. En is gewoon veel beter dan de Aston Martin van Vettel. Wij nog steeds naar een P4. Dit zou onze beste resultaat kunnen betekenen. In My Team Career Mode pakken we ook gelijk het beste resultaat voor het team. En pakken we ook gelijk onze allereerste puntenfinish van My Team Career Mode. Dat zou wel heel vet zijn. Dus we moeten dit gewoon vol gaan houden. We moeten gewoon blijven focussen. Daar zit dan ook Pierre Gasly nog steeds te kijken. Kijk naar die buitenkant. Daar was gewoon geen plek. Maar toch ringt hij zich ertussen. En heeft ons gewoon geraakt. Gasly dus naar een P4. Maar wij hebben zometeen DRS en overtakeknop. En dan gaan we de laatste raceronde alweer in. Tsunoda naar P6. Giovinazzi naar 7. Dat zou wat zijn voor de Japanner en de Italiaan. Die hun ook eerste punten pakken in My Team Career Mode. Tsunoda gaat ons passeren voor een P5? Nee. We komen wel in de slipstream van Gasly. We gaan het gewoon proberen, jongens. We gaan gewoon proberen om naar Gasly toe te remmen. Lukt dat? Dat lukt zeker. We komen van heel ver. Maar Tsunoda is er voorbij. Nou. Nee. Oh, we raken de muur. We hebben de muur geraakt. We hebben ook Tsunoda geraakt. Tsunoda gespint. Verstappen zet de snelste raceronde neer. Giovinazzi naar een P5. Giovinazzi naar een P6. Wij dus naar een P4. Leclerc naar een P5. En wij hebben voorvleugelschade. Zometeen komen wij in bochtige gedeeltes terecht. Dat betekent dat wij P4 zomaar kunnen gaan verliezen. Willen we dat? Natuurlijk willen we dat niet. Leclerc kijkt naar de buitenkant. Lukt dat? Dat lukt niet, Charles. Dat weet je tot nu toe wel. Wij geven niks cadeau in My Team Career Mode. We komen zo meteen aan bij de laatste sectoren. Ricciardo wint de wedstrijd. Daniel Ricciardo pakt zijn allereerste overwinning in My Team Career Mode. Allereerste overwinning voor McLaren in My Team Career Mode. Vettel naar P2. Alonso naar P3. Een verrassend podiumplek. Wij moeten nog alleen maar dit even zien te overleven. En dan pakken wij onze allereerste puntfinish in My Team Career Mode. Leclerc kijkt daar naar die buitenkant. Maar dat lukt niet. Nee, dat lukt niet, Charles. Heel die voorvleugel gewoon weggereden. Maar dat geeft niks. De wedstrijd zit erop. Wij pakken een uitstekende P4. Optimaal geprofiteerd. Onze allereerste punten zijn binnen. Na een spectaculaire grote prijs. En ik kan niet wachten tot de volgende wedstrijd. A beautiful performance from McLaren today. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? Well, the safety car completely changed the race, didn't it? It's hard to say exactly what would have happened without it, but there's no question that they came out of that situation in a good position. Our drivers are making their way out for the podium celebrations, and it's going to be McLaren picking up the winner's trophy. Congratulations to the entire team for that fantastic performance. De uitslag van de grote prijs van Azerbeidzjan. Ricciardo wint de wedstrijd. Vettel naar P2. En dat is een
echte race natuurlijk. Alonso naar 3. Wij dus naar P4 krijgen Driver of the Day van Anthony Davidson en van de fans. Leclerc naar 5. Giovinazzi 6. Knap gedaan. Sainz 7. Tsunoda 8. Hamilton 9. En Gasly 10. 3 uitvallers. Dat zijn volgens mij Bottas, Stroll en wie nog meer? Weet ik zo niet meer. We pakken onze eerste punten van het team. Daardoor springen we naar P9 in het constructeurs en P10 bij de driver standings. Knap gedaan. Heel knap gedaan van ons. Doe het maar even na. Hamilton naar een P9 met een 3-stopper. En wij dus met een 1-stopper. Samen met Alonso en Vettel. Naar een knap resultaat. Goed gedaan van ons. Gasly pakt het laatste punt. Ocon was de uitvaller. We zijn weer terug bij waar we normaal gesproken zijn als de aflevering eindigt. Jullie weten allemaal het verhaal wel. Dit was dus deze aflevering mensen. Ik hoop dat je genoten hebt. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer voor meer wekelijkse F2021 content. Schakel ook een like en belletje als je geen enkele aflevering van me mist. Laat de video zijn als je hem leuk vond. Dislike me als je hem niet leuk vond. Volg me even op sociale media en gebruik het van de inbeschrijving. Dit was de journal mensen. Tot een keer bij F2021. Verder met Breaking Point en My Team Career Mode.